Dit is trouwens wel echt een super grappige koep. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag dinsdag. Het is nu 8:45, ik ben al heel even wakker. Ik heb al ontbeten, ik ga me nu even aankleden en opmaken. Dan doe ik mijn haar in een staartje. Ik heb om 10:00 namelijk een afspraak bij Salon B. En ik ga weer naar José. José heeft wel eens eerder mijn haren geknipt, maar dat hebben jullie nog nooit eerder gezien. Het komt namelijk omdat ik had toen ook een afspraak bij Salon B. En dat was in de week dat mijn zus is overleden. En toen heb ik die wel door laten gaan, zodat ik op de crematie er tiptop uitzag. Dat was best emotioneel en we hebben het er toen veel over gehad. En ik vind José echt een schat van een mens. Dus ja, ik heb haar eigenlijk sinds die tijd ook niet meer gezien. Dus dat is inmiddels alweer 3 maanden geleden. Best wel tijd voor een kapper dus. Ik ga weer voor wit blond. Dus we gaan proberen om zeg maar die uitgroei ook wit te maken. Maar dat heeft allemaal heel veel tijd nodig. Ik bedoel, dit haar, wat ik nu heb, heeft me sowieso al 2 jaar gekost om van donkerbruin naar dit te gaan. Om het natuurlijk te laten gebeuren, zeg maar, zonder dat het helemaal dood gaat. Dus er zal ook wel een stukje geknipt moeten worden. Daar heb ik heel veel zin in. Dus ik ga me nu even aankleden en opmaken. En ik denk dat ik daarna nog heel veel een appeltje ga maken. En dat ik die gewoon in een bakje meeneem. Want ik denk dat die fruitontbijt niet voldoende is. Of dat ik ga sowieso daar lunchen. Je kunt daar altijd lunchen, dus dat is heel fijn. Goed, let's go. Nou, ik ben klaar om te gaan. Ik heb eigenlijk dezelfde outfit aan als gisteren. En ik heb alleen mijn haar nu in de staart. Dus het is ongeveer 10 minuutjes rijden met de auto. En ongeveer 15 tot 20 minuutjes lopen. Dus ik ga gewoon lekker lopen. Pup gaat weer lekker bij Milan liggen. Die ligt nog te slapen. Ja, je Pup. Oké, ik ben inmiddels bij Salon B gearriveerd en José gaat nou allemaal vertellen wat we gaan doen. Yes! Nou, we gaan Jill's haar helemaal hele fijne babylightjes zetten, zodat ze hier aan de aanzet ook echt weer super blond wordt. Want dat is echt wat Jill wil en ik ook. Ja. Dus we gaan super fijne babylightjes zetten, zodat het hier echt super blond wordt, net zo blond als de punten. Ja. Daarna gaan we hem tonen, want we gaan een mooie coole tint maken bij jou. En daarna gaan we een color shine over je haar doen. Oké. Okay. Color Shine is eigenlijk een soort van transparante lipgloss over je haar. Oh! Geeft super veel verzorging en er zit een UV-filter in. Oké. Okay. Dus dat is echt natuurlijk fantastisch nu de zomer eraan komt. En dan gaat je haar echt, nou ja, fabulous, vet mooi zijn. Dus dat gaan we doen. Oké, okay, ik ben benieuwd. Yes! We gaan het zien. Nou, de aanzet zit erin. Helemaal. We gaan straks eens proberen te tellen hoeveel folietjes. Maar ik denk dat we de tel kwijtraken. Maar ik heb ook wel even lunch besteld. Dat is altijd zo chill. Hier hebben ze allemaal van die kaart. En dan kun je altijd gewoon lunch bestellen. Want je zit hier altijd wel even. Ik zie dit er ook altijd gewoon als een dagje uit. Ik heb een lekker broodje met carpaccio. En truffelmayonaise. En rucola. En pijnboompitjes. En een sapje van sinaasappel en aardbei. Lekker. En waar ga je het eruit halen? Oh, je gaat nou weer verder. Ja, ik ga verder en dan ga ik zo meteen even checken hoe het hier gaat. Ik denk dat dit er wel eerder uit kan dan voor, want dit zit natuurlijk langer in. Mm-hmm. Maar dat zie ik zo wel, ik heb de tijd niet bijgehouden. Dus, Oké, top. Ga gewoon lekker door. Kan ik wel ondertussen eten dan? Of course, ja. Oké, top. Oké, nu zit helemaal alles erin. Ik zit nu heel even in zo'n kap. En zometeen wordt het achterste gedeelte wordt zometeen uitgewassen. En het voorste gedeelte moet nog heel veel zitten. En ondertussen lees ik lekker de Linda. Want mijn telefoon die gaat altijd zo snel op hier, omdat ik dan de hele tijd op de telefoon zit. En ik ben nou gewoon lekker de Linda aan het lezen, dus ik vind het wel chill. Dit is trouwens wel echt een super grappige koep. Hier is een baan, hierachter is nog zo'n baan, daarachter is nog zo'n baan en helemaal achter nog een baan. Holy moly.
spoelen uit je haar. En daarna gaan we de nabehandeling van Olaplex over je haar aanbrengen. Die zorgt ervoor dat je haar helemaal afgesloten wordt en ja, gevoed wordt als het ware. Mm-hmm. Die mag even 10 minuutjes inwerken. En die gaan we daarna weer uitspoelen. En dan mogen we je haar ook wassen, want dan gaat de color shine over je haar. Mm. Nou, de reden waarom we eerst Olaplex doen om het af te sluiten en daarna de color shine is dat je eigenlijk gewoon... Ja, je moet eerst afsluiten voordat je naar het volgende gaat. Dus ik doe het echt in stapjes voor het mooiste resultaat. En de toon heeft echt al super goed gewerkt gedaan. Ja. Ziet er nu al super mooi uit. Ja. Ik kan niet wachten tot het klaar is. Oké, ik heb nu dus Olaplex in mijn haar. En nou moet ik heel veel 10 minuutjes blijven liggen. Maar ik ga gewoon lekker met mijn ogen dicht liggen. En daarna gaan we het eruit spoelen. En dan weer die color shine ding in mijn haar. Ja, José weet het allemaal beter. Ik vind het resultaat vooral heel belangrijk. Maar ja, ik lig hier lekker. Ik lig lekker op een kussentje. Dus ik vind het wel chill. En ik was net lekker de Linda aan het lezen. Dus dat vind ik ook heel chill. Mijn gezicht lijkt heel wit in het licht. En mijn nek dan weer heel bruin. Het ziet er heel gek uit. Maar is niet echt zo. Ik zit inmiddels weer in de kap en ze heeft zo'n folie over mijn haar heen gedaan. Dan wordt het lekker warm en dan gaat het een beetje broeien. En daarna kunnen we het uitspoelen. Koud veunen en dan spoelen. Met Melinda. Ik heb hem al bijna uit. Maar ik lees nu ook wel echt alles. Normaal gesproken blader ik altijd door dit soort boekjes heen. Maar nu lees ik echt alles. Dus dat is best interessant eigenlijk. Een stukje aan het lezen van allemaal mensen die lookalike zijn van George Clooney. Hij zegt, hij heeft het van mij. Super blij mee. Het is echt super blond en ook vanaf de aanzet. Dit is nog nooit eerder geweest. Iedere keer was mijn aanzet zeg maar net iets donkerder, dus ik ben er echt heel blij mee. Ja, ik krijg er heel ander kopje van. Maar goed, ik ga weer naar huis toe wandelen en heel veel verzinnen wat we gaan doen met eten. En als ik thuis ben, meteen beginnen met het eten en dan editen en misschien nog inpakken. Dinner's ready! Rauwe andijviestampot met spekjes en jus en dit gaan we nu lekker opeten. Jam, jam. Nou, Lotte is inmiddels hier, maar er is heel wat aan vooraf gegaan. Het is namelijk al 11:15. Maar ja. Er ging echt van alles mis met Final Cut Pro. Ik weet niet wat er allemaal precies misging. Want als ik het wist, dan kon ik het misschien oplossen. Maar het is in ieder geval zo dat ik deed mijn SD-kaart erin. En dan was hij aan het importeren. En dan zei hij dat hij klaar was met importeren. Maar dat was hij eigenlijk niet. Dus haalde ik mijn SD-kaart eruit, waren al mijn bestanden kwijt. Nou, uiteindelijk heb ik een vlog die ik al helemaal klaar had met editen, heb ik weer helemaal opnieuw kunnen editen. En heb ik alle bestanden echt op de laptop zelf moeten importeren, dus niet in Final Cut Pro. Dus het duurde allemaal even, toen moest ik op het bureaublad. Nou, ik zal je alles besparen, ik ben er vanaf 8:00 mee bezig geweest tot aan nu. Ik ben nu nog steeds aan het wachten, hij is nu aan het renderen. Het duurt ook veel langer dan normaal. Het duurt nu 62%, hij is nu 62%. En dat duurt ook alweer bijna een 30 minuten. Dus ik ben blij als ik hem in de upload kan gooien en ik naar bed toe kan zo meteen. Ik ben echt ook strontzagreinig ervan. Maar ja. Die momenten maak je ook mee. Ja, maar ik ben wel heel blij met mijn haar. Het ziet er nou wel een beetje gek uit, omdat ik ook gewoon mijn hele mascara en zo eraf heb gebulkt. Maar daar moet je maar even doorheen kijken. Nou, tot zover. Einde bericht. Wat heb ik hier toch voor vlek? Nou ja, goed. Lotte is net naar huis. Het was nog echt een heel gedoe met dat importeren van de bestanden. Maar goed, de vlog van morgen. Die is in ieder geval klaar. Het is echter nog steeds niet opgelost. Ik weet echt niet hoe het werkt. En er staan allemaal filmpjes op YouTube. Van hoe het moet, zeg maar. Maar die handelingen die jij doet, daar reageert mijn Final Cut Pro ook niet op. Dus dat is wel echt een super groot nadeel.
Dus ik moet morgen even kijken. Ik probeer het nou via een andere camera te doen. En daaruit, vanuit daar zeg maar de bestanden te uploaden. Maar goed, ik ga naar bed. Het is 12:15. Morgen weer een nieuwe dag. Morgen heb ik toch niks verder op de planning staan. Dus dan ga ik morgen overkloten met die kaart. Ik ga nu in ieder geval lekker naar bed. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Sorry dat ik hem een beetje zo grijnig afsluit. Welterusten en dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei! En dan ben ik vrolijker.